van Serie 2. We gaan vandaag een mevrouw interviewen. Wat vindt u de... Dat nieuwe loket? Ik vind het heel mooi. En ze helpen je goed. Ze zijn allemaal heel lief. Ja, wat vindt u ervan? Nou, van dat ze moeten het verplaatsen? Nee, laat nou maar staan. Ze zijn zo lang bezig geweest. Ze hebben al zoveel geld gekost. Nee, laat nou maar staan waar het staat. Wat vindt u van de wijk hier? Heel gezellig. Waarom? Waarom? Ik woon hier 45 jaar. Hier ergens op de Noorderharen. En onze kinderen die zijn hier opgegroeid. Die hebben op de vroeger heette die school waar jullie nu op zitten. Heette de Monsieur Becker School. Daar hebben onze kinderen opgezeten. En heb je er zelf ook op gezeten? Nee, ik heb er niet op school gezeten. Hallo, ik ben Daniel Karim en ik ga vandaag een werkstuk interviewen van vragen. Hallo, hoe heet je? Hi, ik ben Celeste. Hallo Celeste, waarom begon je hier te werken? Wanneer? Ja. In juni 2009. Waarom? Waarom? Ja. Nou, ik heb altijd al bij vragen willen werken vanaf dat ik kind was. Wat vond je ook leuk? Ja, je bent met mensen bezig, je bent lekker met eten bezig en dat is gewoon leuk. Dus ik vind het leuk om dingen te maken, dus eten. Ja. Ik eet graag, dus het is leuk om dat dan aan mensen mee te geven. Om dat te maken. Ja, wat voor dingen verkoopt ze dan hier graag? Patatjes, kipstukken, hele kippen, hamburgers, ijsjes hebben we, milkshakes. Ja, van alles. Plus pudding, heel veel dingen, ja. Je kan het hier opeten, je kan het ook meenemen. Ik kom zelf niet uit deze buurt. Dus... Wat vind je wel van dit buurt? Wat vind ik van de buurt? Ik zou hier niet willen wonen. Ik kom bij de Beverwaard. Hebben ze daar ook Verhagen? Daar hebben we ook Verhagen, ja. Waarom werkt hij dan eigenlijk ook niet daar? Omdat ze op dat moment daar geen mensen nodig hadden en hier wel. Het zijn jullie dag. Wat vindt u leuk aan bakken? Nou, bakken vind ik eigenlijk eerlijk gezegd niks leuk, omdat ik ben pas begonnen met bakken. En ik doe dit ongeveer een jaartje. Normaal ben ik meubelverkoper. Maar omdat je krijgt zoveel klanten binnen, je bent met klanten bezig, dat is leuk van bakken. En je bent constant bezig. Meubels. Ik verkoop bankstellen, matrassen, slaapbanken, die heb ik altijd verkocht. En hebt u het ook zelf gemaakt? Nee. Wij hebben uit Istanbul geïmporteerd en hier hebben wij in Groot-Antalya winkeliers verkocht. Nou, wij hebben een kans gekregen en wij hebben die zaak gekocht. Ik ben de baas van de bakker. Dus die bakker is van ons met z'n tweeën. De meeste dingen komen al kant en klaar. Wij bakken brood hier, broodjes, gebakken en dat soort dingen wordt wel hier gebakken. Maar de rest, die komt van fabrikanten en die wordt alleen maar gebakken in de oven. Wat is eigenlijk kapsalon? Kapsalon is eigenlijk patat, vlees, saus, sambal en kaasstroop. Nee, wij hebben alles halal hier. Halal woord is gewoon alleen voor moslimse mensen weet dat woord. Dus wij verkopen alleen maar kalfs en kip. Kunnen ze het hier ook bestellen? Ze kunnen ook via telefoon eens bestellen, maar ze moeten wel zelf komen ophalen. Dus jullie hebben niet bezorgd? Nee, we zijn bakker, we zijn geen shawarmazaak of zo. Geen rond mij af.